Ik ben Svetlana. Ik ben Svetlana en ik ga een filmfestival organiseren in Rusland. En daar wil ik Carice van Outen wil ik daar hebben. Want waarom Carice van Outen? Alle Russische vrouwen moeten lijken op Carice van Outen. En wat kunnen wij daarmee doen? Merchandise kunnen wij daarmee doen. Wij kunnen Carice van Outen liposuctie doen. Alle Russische vrouwen, precies zoals Carice van Outen, is een mooie Europese vrouw. Russische vrouwen willen Europees lijf. En een mooie Carice make-up doen en Carice ogen maken. Hey, een Carice haar, want alle Russische vrouwen hebben haar zoals die. Is takbostro, hè? Is takbostro. Wie probeer? Is takbostro, hè? Ja. Ja, dat is niet goed. Maar Carice wil ook naar Rusland komen, want Carice is nog niet bekend in Rusland. En in Rusland heeft een kloppend hart voor de filmindustrie. En Carice moet daar zijn. Carice weet nog niet, maar Carice moet daar zijn. Is Carice moet mee. En u als agent van Carice moet mee met Carice. U moet ook mee met Carice, hè? U bent getrouwd, u bent niet getrouwd. Nee, u moet zeker mee met Carice komen, hè? Want Russische vrouwen zijn warme vrouwen. En leiden straks allemaal op Carice op. Carice is al heel druk en ze heeft tot nu toe nog eigenlijk niks met Rusland. Nee, zij weet nog niet wat er te halen valt in Rusland. Er is zoveel te halen in Rusland. Rusland wil voor Carice zingen. En als Rusland zingt voor Carice, dan wordt ze rijk. Zij wordt zo rijk. Ik ga het met hem bespreken. Heeft u een kaartje voor me? Ik heb zeker een kaartje. Maar mag ik niet even mee naar Carice en dan even een handtekening vragen? En dan wij samen uit eten daarna? Ja? Dat is mooi.